Er is nooit één seconde van je moet sporten bij mijn vader, vanuit mijn ouders naar mij geweest. Nee, nooit gepusht. Wel gefaciliteerd. Al op jonge leeftijd nemen zijn ouders hem mee naar de bergen. In de winter om te skiën. Zomers voor kampeertochten en klimpartijen op de fiets. Heel gedreven in alles. Heel erg gedreven. Ja, dat vond ik ook een boeiend iets om zo'n kind te hebben die dat echt tot het gaatje gaat. Mijn vader was zelf wielrenner geweest. Niet heel lang. Een jaartje of 5, 6 of zo. Hans Veldkamp fietst, fanatiek. De jonge Bart filmt zijn vader terwijl hij 1200 kilometer dwars door Frankrijk koerst. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Ja, mijn ouders deden alles om met de kinderen heel veel te doen. Echt een gezin om met elkaar alles op pad te zijn. En de hele huiszetting, de zaak aan huis. Super veilig. Het leven van de familie Veldkamp speelt zich al sinds de jaren 70 hier af. In en rond de Wasseretten in Den Haag. Tegenwoordig runt zus Evelien de zaak. Moeder Ada springt nog geregeld bij. Het is hard werken. Wanneer Bart steeds fanatieker gaat sporten, verlegt de aandacht zich binnen het gezin meer en meer naar zijn carrière. Op een gegeven moment kwam die sport heel centraal te staan. Ja, kerst en oud en nieuw en Sinterklaas, dat moest dan of wijken of opschuiven of helemaal niet. Want wij zaten de tweede kerstdag in de beginperiode van Bart zaten we in Groningen, want dan moest hij marathon rijden, bijvoorbeeld. Dat betekent dat je eerst de kerstdag dat moet gaan voorbereiden. Dat je niet kan zeggen van ik ga daar uitgebreid dineren en een volle pens en dat gaat allemaal niet. En dat vond hij zelf vanzelfsprekend? Ja, dat vond hij vanzelfsprekend, ja. Ook dat jullie daar allemaal jullie rol spelen? Dat hebben we hem zelf bijgebracht, die vanzelfsprekendheid. Want wij vonden dat ook. Je hebt een keuze gemaakt, hij maakt de keuze, maar we gaan het avontuur met z'n allen aan. Bart wil met schaatsen de top bereiken. Zijn ouders besluiten om zich vol voor de carrière van hun zoon in te zetten. En niet alleen voor die van Bart. Vader en moeder Veldkamp zijn de drijvende kracht achter al het schaatstalent van het gewest Zuid-Holland. Wat zij voor heel veel mensen, voor Ben, voor Conrad Allerblast, voor heel veel mensen hebben gedaan, maar voor heel de ijsclub HVW, voor de Uithof, de uren, de energie die zij daarin stoppen, heel veel voor gedaan. Dus die zijn ontiegelijk belangrijk geweest. Ben kwam natuurlijk bij ons in huis of over de vloer, of dat we hem leerden kennen als een jongetje van 10 jaar of zo. En dat was een clubje jongens wat met elkaar schaatste en meisjes. Dat klikte heel erg goed. En ik had toch een beetje een drijvende functie binnen het geheel, om dat te stimuleren. Veldkamp Senior organiseert trainingskampen in Oostenrijk. Er wordt geëxperimenteerd met zelfontwikkelde trainingsmethodes. De groep is bloedfanatiek. Ik heb wel eens gehad dat ik ze dus weggestuurd heb van gaan ze lekker een avondje wat leuks doen. Dat lukte amper. Ze moesten om 9 uur naar bed of ze hadden nog wel wat. Of ze gingen weer beelden kijken van schaatsen. Ja, dat was het. Behalve Bart en Ben geldt in die tijd ook Thomas Bos als aanstormend talent. Komt u mee. De Hagenaar woont tegenwoordig in Drenthe. Hans, die was... Dat is ook een gedreven vent. En die was ook altijd op zoek naar net even wat andere dingen. En dus kan je het innovatie noemen. Misschien een groot woord, maar wel dat je ook even de andere kant op rijden. Dus rechtsom in plaats van linksom voor de coördinatie. Allerlei trainingsmethodieken. En ik weet daar zeker dat daar wel wat mensen beter van geworden zijn. Geregeld neemt vader Veldkamp zijn camera mee naar ijsbaan De Uithof. Bart traint er met de rest van de Haagse bende te midden van de recreanten. En dat gaat wel eens mis. Wij waren bezeten op De Uithof.
Wij waren bezeten van het schaatsen om dat iedere dag beter te worden. Dus wij lagen met geodriehoeken voor de televisie om de hoeken van Victor Schachering te meten en Klepnikov. De hoeken in je knieën. Dus onwijs belangrijk. En hoe diep zitten ze? Hoe staan ze op hun schaatsen? En staan ze erboven of hang je ertussen? En wat zijn die hoeken? En dat probeerden wij allemaal te bestuderen. We waren 14, 15, 16, 17 jaar. Dus we waren, weet je wel. Altijd in de weer met uitvinden van nieuwe dingen. Altijd op zoek. Met duimstokken in de weer om te meten hoe groot je passen zijn. En, op het ijs? Op het ijs, ja. Ja, dat gebeurde, ja. Ook bijvoorbeeld met zwaartekracht weet ik nog heel goed. Hey, als we nu een ijsbaan bouwen rond de Evenaar, dan is de zwaartekracht anders dan op de Noordpool. Dus moeten we niet naar de Evenaar ijsbanen bouwen. Op hoogte, met luchtweerstand. Sloegen ze door? Ja, sloegen ze door. Ja, ja, die konden echt doorslaan. Like this, and then you push it all the way up. Ja? Oké. Okay. My grandpa taught me this. Bron van inspiratie is een reportage over de Amerikaanse schaatslegende Eric Heiden. So we're here in this room. You build it up yourself? All those apparatuses here? Pretty much so. What is underneath this mattress? This is what I call a skateboard. And if you want me to, I can show you how it works. What you do is you get down in the skating position, and then you push from side to side. Right now, it's not too slippery. So it's pretty hard. Eind jaren 70 gaat Bart Smeets op bezoek bij Eric Heiden. Onze held. Wat zagen jullie toen? Nou ja, dat is het klassieke beeld. Dat hij een bord heeft hangen en dat hij zich optrekt. Met die pinnen in dat bord. How are you feeling now? Wasted. Dat was iets magisch. Ja, dat maakte indruk. Nou ja, niet alleen dat maakte indruk. Tezamen met de enorme dijen van Eric Heiden natuurlijk. 68 beenomvang. Dus het was iedere zaterdagmiddag de absolute waarheid. Wat is jouw beenomvang? En dan kwamen we niet verder dan 61 centimeter. En dan moest er nog meer op kracht worden getraind. Want je moest Heiden halen. En Heiden was 1,86 meter. En dan kwamen wij aan met onze 1,80 meter. Wat een losers waren wij.